Wat is eigenlijk de voorstelling? Het zijn eigenlijk allemaal helemaal korte fragmenten uit het leven gegrepen. Maar het geheim is eigenlijk dat de mensen worden allemaal door garnalen gespeeld. Het is eigenlijk een soort onderzoek. Alsof je van een andere planeet komt en je gaat kijken, wat is dat eigenlijk voor iets, de mensen? Wat doen die allemaal? Waar houden die zich zo al mee bezig? Wij kijken naar de mensen alsof mensen een andere diersoort zijn. Eerst gaan ze in de magnetron. Dan moeten ze twee kanten gedroogd worden. Allebei 10 minuten en dan tussen stukken gips, zodat ze niet opkrullen. En als ze daar eenmaal uitkomen, dan krijgen de ogen nog een stipje glans. En dan zijn de garnalen klaar om te gebruiken in verschillende scènes. We hebben ze wel echt gecast. Ze hebben allemaal specifieke gezichtjes. Dit is een tandarts. Oh. Dit is een garnaal die is aan het boren. Dit is een maat kleiner. Voor sommige scènes zijn deze dan weer beter geschikt en voor andere scènes deze. Nou ja, dat hebben we helemaal uitgezocht. Zoals het toneelbeeld eruit gaat zien, hebben we allemaal tafels op het toneel staan. En op die tafels staan allemaal miniatuur filmsetjes van alle scènes. We gaan iets van 50 scènes maken. Elke scène wordt gefilmd, dus de garnalen worden gefilmd in de filmsetjes. En geprojecteerd op een scherm, een videoscherm achter ons. Wat we dus nu op dit moment aan het doen zijn, is dat we aan het kijken zijn hoe we al die scènes aan elkaar kunnen plakken. En dat dan met elkaar één goed verhaal wordt. Dus het gaat over de mensheid als diersoort, maar het gaat ook over het leven zelf en over de dood. En dit is dan, hier is dan bijvoorbeeld een scène waarin een crematie plaatsvindt. Leven is eigenlijk een soort voorstelling. En een begrafenis is ook een soort voorstelling. En onze voorstelling is ook een voorstelling. Dus wat ik heel leuk vind om de voorstelling te beginnen met het voorbereiden van een voorstelling over de dood. Dus ze maken alles mooi en dan zeggen ze nou, laten mensen maar binnenkomen. En dan komen de garnalen, dat zie je niet in deze scène, maar dan komen de mensen van de begrafenis komen binnen. Maar het gaat ook over het leven. Dat is de scène daarna. Tenminste, Alena geeft dan een hele harde schreeuw. Er wordt er dus een klein garnaaltje geboren. En die zit dus na de begrafenisscène gewoon meteen tegen de dood het leven aangeplakt. En hier heb je dan bijvoorbeeld de couveuse met allemaal nieuwe leventjes. Eigenlijk om aan te geven dat er echt massa's leventjes ontstaan. Dus er zitten ook een paar sporten in de voorstelling. Zoals boksen. Het beste van hier eigenlijk filmen, daar is het een beetje op gemaakt. Deze die box dan. En dan houden we die kleine camera. Dus dat is dan een hele heftige sport, maar dan is er ook weer een heel ander sport. Hier is wel wat. Namelijk het schaken. Zo. Ja, de wetenschap die hebben we ook vrij uitgebreid in de voorstelling. We hebben een laboratorium en daar met wetenschappers. Dit zijn wetenschappers. En er worden allerlei proeven gedaan. Ja, dus dat is zeg maar, dat is de nieuwsgierige, de eindeloze nieuwsgierige kant van de mens. Ja. Het komt natuurlijk ook voort uit een soort dromen van mensen. Dat ze alles willen weten en grenzen willen verleggen. Hoe zou het daar zijn? En zo gaan ze ook naar de maan. Dus we hebben hier een scène in een ruimteschip. Dus je ziet dan heel close-up hier in dit is een stuk uit de computer. En met nog een stukje eraan vastgesoldeerd. En er zit dan een garnaal in. Die zit dan in zijn ruimteschip. En op de achtergrond heb je dan de sterrenhemel. En dat is dit. En dit is, misschien kan je zo naar boven naar het licht. Er zitten hele kleine gaatjes in, kun je dat kan zien. En dat geeft een soort enorm sterreneffect. En dit is dus de hele set, zeg maar. Maar als je dan met de camera erin zit, onder het juiste licht, dan is het echt een beeld van een garnaal die mijlenver van alle andere garnalen af is. En helemaal in zijn eentje in de ruimte. Uiteindelijk komt hij dan aan bij de maan. Kan je er overheen met de camera? Heel langzaam glijdt hij daarover. En dan een heel spannend geluid van de Arthur. Zo. En uiteindelijk heb je natuurlijk de landing. Met
prachtige belichting en prachtig geluid zie je de mens zo over de maan hopsen met dozijnen tegelijk. Ook weer een poëtisch beeld van ja, waar de mens over droomt en wat hij ook kan, zeg maar. Maar het, soort, het streven naar het hoogste. Dus in de voorstelling komt ook op verschillende momenten komt een muzikant in beeld. En bijvoorbeeld een trompetje. En Arthur maakt daar dan een heel grappig trompetgeluidje bij. Hè. Oh ja, pannengeluid. Er zit een operatie in, een hersenoperatie, waarin zeg maar, die wetenschap en wat mensen allemaal kunnen met hun intelligentie ten positieve wordt, of om een leven te redden, wordt ingezet. En we hebben ook een scène waarin we een executie, een Amerikaanse executie die echt gebeurt. Ze hebben geluidsopnames hebben van Amnesty International website afgehaald. En dus het, ja, het is echt ijzingwekkend en dan hoor je eigenlijk ja, hoe iemand geëxecuteerd wordt. Maar dit is dus de elektrische stoel. Dat de tegenstelling tussen aan de ene kant zo'n hersenoperatie waarin heel cool en technisch, hè, een technische scène is dat waarin een tumor uit een hoofd wordt gehaald. In dit geval is het toch een hele coole technische scène hoe iemand wordt vermoord. Dit is de operatiekamer, de OK zeg maar. Hier is het tumor, het is er al uit. Hier op dit. Ja. We gaan met een echte boor. De vuilnisbak is een echte boor gaan we erin boren en gaan we bloed spuiten. Heel kinderachtig. Grauschmacher of folieartiest. Er zijn dingen die kun je gewoon live in het echt doen, zoals een typemachine. Maar bijvoorbeeld een baby die huilt is heel moeilijk om live te doen, want dan moet ik iedere keer een baby meenemen. De baby die huilt, die zit onder een knopje. Zo zijn er ook dingen die lopen de hele tijd door. Zoals bijvoorbeeld het publiek bij een bokswedstrijd. Kijk, dan heb je zo het publiek van de bokswedstrijd, maar live doe ik al het boksen. Dus dit zijn dan zeg maar de boksslagen. Kijk, dit is eigenlijk zoals de raket aan de binnenkant klinkt. En als je dan buiten de raket bent met je beeld, dan krijg je. Een beetje, ja, zeg maar, een soort hydraulische afremraketten, of hoe je dat bij elkaar wilt fantaseren. En als ze dan op de maan zijn, is het helemaal stil. Omdat er eigenlijk op de maan natuurlijk helemaal geen geluid is. Dus nou ja, dat is een vuilnisbelt. Ja. Het is zeg maar letterlijk menselijke resten. Ja, mensen die dan weer uit die hopen nog bruikbare dingen halen. Wat ik wel weer een hele mooie eigenschap aan mensen vind, is dat ze ja, altijd weer hun best doen om te overleven. Dus ze vernietigen en ze hebben lol en ze maken elkaar dood, maar ze proberen te overleven. Bewoners van een vuilnisbelt, als ze positief beeld hebben naast hersenoperaties en alles wat en couveuses en zo, dan is dit het positieve beeld, een soort vuilnisbakbewoners. We hebben nog veel meer vuil en zo, hoor. Er zitten ook auto's in en kapotte helikopters en vee en meubels, heel veel meubels en schilderijen en... Dus niet denk dat dit alle vuilnis is.